Het circuit des Ducs in Essais, het decor voor het derde weekend al van het Europees kampioenschap rallycross. We kijken eerst naar de C-finale in divisie 1. Met daar de Belg Koen Pauwels aan de start in zijn Ford Focus. Heeft trouwens de polepositie Koen daar rechts in beeld in zijn oranje Focus. We hebben in deze C-finale ook Christopher Evans met zijn Opel Astra. De Stick Olof Walfritsson met de Renault Clio. En hier de Focus van Koen Pauwels uit Leopoldsburg. David Meslier met de Renault Clio. Frode Holte, startnummer 11 met de Volvo S40. En laatste startpositie voor Kevin Proctor met de Ford Focus. Turbos draaien op volle toeren. En dan de start van de C-finale in divisie 1. En daar gaan we meteen een contact. En dan gaat Pauwels naar de andere kant op de vangnails in. Wat een klapper voor Koen Pauwels. Op zijn dak ligt hij. Naast hem staat Kevin Proctor. Oh, 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 oh. Wat een crash voor Koen Pauwels. En dat is een opluchting. Het applaus bij het publiek wil zeggen dat Koen ongedeerd uit de auto is gestapt. Maar wat een dreun, wat een impact. En dan slaat hij over de kop. En dan glijdt hij op zijn dak daar op de rechte lijn. Ho, ho, ho. Wat een dreun voor de Focus van Koen Pauwels. Het team zal hard moeten werken om de auto klaar te krijgen voor de volgende afspraak met het EK Rallycross. Op zijn dak ligt hij. Maar Koen is eruit en is ongedeerd. Maar dus wel heel wat schade aan de Focus. Was een klap op de hoek, op de linkerhoek van de auto. Hier staat de 41, de Fransman David Meslier met de Renault Clio. Ook die heeft schade opgelopen. Ja, ze willen allemaal de eerste bocht als leider aansnijden, want er is geen jokerronde in Essay. Vandaar dat er heel agressief gereden wordt. Daar gaat de Focus van Koen Pauwels op de takelwagen en dan wordt hij afgevoerd. Heel wat schade dus voor Pauwels Motorsport. Ja, dan gaan we toch die C-finale rijden. Die moet gereden worden met de heren die overblijven, zoals Evans in de Opel Astra. Hij kwam even duwen daarnet bij de start. We hebben Stick Olof Walfritsson en Frode Holte. In plaats van 6 auto's zijn er nog maar 3. Gaan we met Evans die de leiding gaat nemen in de eerste bocht. Gevolgd door Walfritsson in de Clio. En Holte, de man in derde positie met de Volvo. Walfritsson die meteen heel dicht komt. Een Opel, een Renault en een Volvo. Dat is wat er nog overblijft. Na die crash bij de vorige start daar in de C-finale van divisie 1. Wat prikken uitgedeeld door Walfritsson. Evans aan de leiding voor Walfritsson. En voor Holte. Walfritsson die komt kijken aan de binnenkant. Gaat het hem lukken? Hij is er voorbij. Knap gereden van Walfritsson. Heel mooi zijn Clio naast de Astra gezet van Evans. Een beetje duwen. Beetje deur tegen deur met Philippe Sportief. En Evans gaat ook zijn tweede plaats kwijtraken. Net niet. Holte kwam aandringen. Maar een heel sterk en mooi moment van Stick Olof Walfritsson. Rijdt nu aan de leiding in de C-finale. Is op weg naar de zege in deze C-finale. En mag daarmee naar de B-finale. Heel jammer dat we Koen Pauwels hier nu niet aan het werk kunnen zien. Benieuwd wat hij ervan had kunnen maken. Misschien had Koen zich wel kunnen kwalificeren voor de B-finale. De vlag valt voor Stick Olof Walfritsson. Hij haalt het van Christopher Evans en Frode Holte.
Alfredsson, de man uit Zweden aan het stuur van zijn Renault Clio. Ja, de uitslag. Alfredsson zien we terug in de B-finale van Divisie 1. Kijken ook naar de A-finale in Divisie 2 met daar twee Belgen erbij. Gino Kenis, die de pole heeft trouwens met zijn BMW 1. En Patrick Mertens op de tweede rij met een vierde startplek in zijn VW Polo. En er ook bij Knut Borset met een Ford Fiesta en Jukko Kallio met een Honda Civic. Dit is de 2.23. Dit is Gino Kenis. In de BMW van GNA Racing start gegeven, maar Kenis niet zo goed weggekomen. Leiding kwijt aan Borset en dan Castorol in tweede positie. Trouwens een finale zonder puntenleider Jos Sterkens. Kenis komt meteen kijken naar bij Castorol en heeft de tweede plek weer. Kenis op de tweede plek, maar Borset die is gaan vliegen al met zijn Fiesta. Gino Kenis in tweede stelling, dan Castorol. Dan Patrick Mertens met de VW Polo. Castorol zit, Kenis op de huid. Dan is het wat duwen en trekken tussen die twee. Kenis bijna dwars en nu voorbijgereden door de polo van Patrick Mertens. Goed gezien van Mertens. Mertens nu in tweede positie. Achterna gezeten door Kenis. De Belgen onder elkaar voor de tweede plek in deze A-finale. Dan Castorol en dan achterin Jukko Kallio met de Honda Civic. Mertens en Kenis voor P2. Borset die is gaan vliegen. Kenis probeert naar de binnenkant te komen. Even een contact en dan pots met een droge dreun daar in het decor. En dat wiel rechts vooraan staat los. De ophanging is stuk. Het is afgelopen voor Gino Kenis. De zege in deze A-finale. Die gaat naar Knut Borset. Hij is ook de nieuwe leider nu in de EK-tussenstand. Hij haalt het van Patrick Mertens. Nieuwe leider in de EK-tussenstand met 5 punten voorsprong op Jos Sterkens. We zijn toe aan de B-finale in Divisie 1. Met op de grid Andreas Eriksson, winnaar van de vorige EK-wedstrijd in Montalegre in Portugal. Ook Ole Christian Notfeit, Jean-Luc Payet, de Fransman, Liam Doran, Guttorm Lindeveel en Stig Olof Alfredsson. Met de Clio als winnaar van de C-finale in de B-finale nu. En het Franse publiek staat klaar om Jean-Luc Payet hun man aan te kondigen. Voor het eerst dit seizoen Payet niet meteen in de A-finale geraakt. We zagen de Fiesta van Eriksson. En hier de Noor Ole Christian Notfeit. En dit is Jean-Luc Payet met de Peugeot 206. Koersdirecteur en we zijn gestart. Onderweg voor de B-finale. Wie gaat de leiding nemen in de eerste bocht? De Fiesta van Eriksson. Maar de focus van Notfeit is dichtbij. En die beginnen te duwen. En dat doen ook Lindeveel en Payet. En er is schade. Schade voor Andreas Eriksson en voor Lindeveel. En dan wat verderop. Wat gebeurt daar met Ole Christian Notfeit de berm in. En dan aan de overkant. Dat gaat een klapper worden voor de Noor. Met het kontje. En dan slaat hij over de kop. Ho, ho, ho. Wat een dreun ook voor Ole Christian Notfeit. En wat een brokken hebben we al gezien hier in Frankrijk. Is alles oké met de Noor? Verplicht dragen ze het handsysteem. En dat bewijst zijn nut hier. Alles oké met Notfeit, maar niet met zijn focus. En we zitten met de Fiesta van Eriksson voor de Noor. Nee, voor de Zweed moet ik zeggen, is het afgelopen. Zo te zien. We geven 10 minuten to Lindeveel. Sorry, de eerste van de specialist. En hier krijgen de rijders te horen dat een aantal rijders die brok hebben gehad 10 minuten krijgen om de auto op te lappen. We gaan intussen kijken naar de A-finale in divisie 1A. Dan zien we zo meteen wel hoe het afloopt met de B-finale in divisie 1. We hebben hier onder meer de Fransman Samuel Peu, Timur Zianov en Erik Guillemet. En Peu neemt de leiding met zijn Citroën Saxo voor Timur Zianov.
En Guillemet en Larsson met nog een saxo. We hebben ook Mats Liesen en Zdenek Čermák in de Skoda Fabia. Ja, de Fransen worden gek, want Peu rijdt aan de leiding. En het kan beaucoup worden voor Peu. Als hij tenminste deze A-finale kan winnen in de divisie 1A voor de 1600 auto's. De Clio zitten in zijn nek en die duwen onder elkaar. Timer Zianov bijna van de kaart geveegd door Guillemet. En dat is een goede zaak voor Peu, want zo kan hij wat afstand nemen. En hij schrijft deze A-finale op zijn naam. Peu voor eigen publiek. En dat wordt gesmaakt door de Franse fans. Dan gaan we terug naar de B-finale van de divisie 1. Eriksson is erbij. Jawel, ze hebben de Fiesta van Eriksson kunnen oplappen. Payet is er ook bij. Oh, wat een gat daar vooraan. Op de Fiesta van Eriksson. Heel wat duct tape. Wie aandelen heeft in duct tape doet hier goede zaken. Kijk naar de Fabia van Coutorm-Lindefjell. Ook helemaal bijeen gekleefd. Maar het ding rijdt nog, de Fabia van Lindefjell. Het gaat hier om een plek in de A-finale. De start van de B-finale. Oei, probleem voor Eriksson. Die blijft achter. Jammer van het vele werk van het team van Eriksson. En Lindefjell neemt de leiding voor Jean-Luc Payet. En dan Doran. Met achteraan Walfridsson. Wie er niet bij is, is Notfeit. Te grote schade aan de Focus. Na die zware klapper daar meteen na de start. Ja, niet meteen, maar een paar ronden, een paar bochten na de start. De eerste start van deze B-finale. En Eriksson is achtergebleven. Wellicht de transmissiestuk. Lindefjell aan de leiding in de Skoda Fabia. Normaal helemaal in het rood, maar nu heel wat wit daar van alle tape aan de auto. Jean-Luc Payet in tweede positie. Derde plaats voor Doran. En achterin Walfridsson met de Renault Clio. En Lindefjell lijkt op weg naar een plek in de A-finale. Tenzij Payet daar nog een flinke stok komt voorsteken. Lindefjell, Payet, Doran en Walfridsson. En in de achtergrond zagen we nog even een flits van Eriksson met de Fiesta. Die is nog aan het rijden. Spectaculair, die Coutorm-Lindefjell aan het stuur van de Skoda Fabia. Ze hebben 10 minuten gekregen om de auto op te lappen. Vraag me af hoe het zit met het spoor van die auto. En Payet komt nu toch wel wat dichterbij. Helemaal in de finale nu van deze B-finale. En er staat een plek, een kwalificatie voor de A-finale op het spel. Payet is hard aan het trappen om dat gaatje met Lindefjell nog dicht te rijden. En er wordt ook gedrumd in de achtergrond. Daar komt Payet aan het klampen nu. Hangt nu aan de bumper van Lindefjell, van de Skoda. Lukt het nog voor Payet? Worden de Franse fans op hun wenken bediend en zien ze hun Payet doordringen tot de A-finale. Ja, Eriksson is nog aan het rijden, gaat nu aan de kant. Wat wil Eriksson daarmee bewijzen? Lindefjell nu weggereden van Payet. Heeft een gaatje kunnen maken. Maar de Peugeot van Payet lijkt me dan wat beter te remmen. Ja, spannende momenten voor het Franse publiek. Dit is de final lap. Dit is de laatste ronde. De ronde van de laatste kans voor Jean-Luc Payet om een plek af te dwingen voor de A-finale. Maar dat gaat moeilijk worden. Want je ziet op het rechte, nou ja, zo goed als rechte stuk zie je Lindefjell telkens weer wegrijden. Iets vroeger remmen dan Payet. Die kan dan weer wat komen aanklampen. Maar de voorbij raken is iets anders natuurlijk. Een ander paar mouwen. De zege is voor Coutorm-Lindefjell. Hij mag naar de A-finale. Tweede plaats voor Jean-Luc Payet.
Derde geworden door Ren. Vierde plaats voor Walfridsson en vijfde nog Eriksson. Het publiek op het circuit Det Duc in SS. Helemaal klaar voor de A-finale in divisie 1. Met op polepositie Sverre Isaksen naast hem Ludwig Hunsbeth. We hebben ook Michael Jernberg en Jussi Pinomaki. En op de laatste rij Kenneth Hansen en Guttorm Lindefjell, de winnaar van de B-finale. En dan gaan we voor de derde A-finale in divisie 1 van 2009. Wat een schitterende start was dat van Ludwig Hunsbeth. Hij neemt de leiding in zijn Volvo. Dan de focus van EK-leider Sverre Isaksen. Dan hebben we Jernberg in de Skoda. En een rokende Skoda van Guttorm Lindefjell. Die heeft een tikje meegekregen van Pinomaki. Hunsbeth. En dan Isaksen. De Noren domineren. Dan de Zweed Jernberg. Met Lindefjell nog een Noor. Dan de Finn Pinomaki. En achterin. De Zweed en titelverdediger Kenneth Hansen staat momenteel tweede in het EK op 2 punten van Isaksen. Gaat die Skoda van Lindefjell het uithouden daar op de vierde plaats. De Volvo hier van Hunsbeth, dat is de man aan de leiding. En voorlopig geen brokken. Het kan dus ook zonder brokken. Isaksen in tweede positie, dan Jernberg in de Skoda. We hebben ook de Skoda van Lindefjell, Pinomaki in de Citroën C4, daar is hij, startnummer 26 voor Kenneth Hansen. Even zoeken naar Guttorm Lindefjell. Ook die heeft een prima start genomen. Stond op de laatste startplek, maar heeft de twee Citroën-rijders kunnen verschalken. De carrosserie is wat aan het schuren op een van zijn banden achteraan, maar het lijkt mee te vallen voor Lindefjell. Maar zijn Skoda, dat lijkt wel een tank, want die heeft al wat klappen te verwerken gekregen. De Skoda van Jernberg, die van Lindefjell. En dan hebben we Pinomaki en Hansen. Dus links achteraan is die carrosserie op die band aan het schuren. Maar voorlopig houdt het rubber stand, dan is het dan zeer zacht rubber. Hunsbeth heeft een kloofje met Isaksen. Hij is op weg naar zijn eerste zege van 2009. Hansen, die won in Liddenhill. Isaksen, die won in Montalegre. En nu is er een overwinning in de maak voor Hunsbeth hier in Essen. Pinomaki hangt nu aan de bumper van Lindefjell. Komt even tikken. En dat is voldoende om de deur te openen. Een heel klein tikje geven op de achterbumper. En dan gaat de Skoda noodgedwongen aan de kant. Een beetje uit balans. Dat tikje kwam er net bij het insturen van die bocht. En Pinomaki er voorbij. Pinomaki in vierde positie. Ja, de Finn die past zich goed aan. Wendt snel aan zijn Citroën. Laatste ronde nu voor Hunsbeth. Onbedreigd naar de overwinning. En in de achtergrond Lindefjell nog aangevallen door Hansen. Ook daar nog wat tikken. Hansen voorbij Lindefjell. En ik denk dat Lindefjell lek staat nu toch links achteraan. Hij kan zijn kansen niet meer naar behoren verdedigen. Geen lek rubber voor Hunsbeth. Kan nu rustig uitrijden. Tja, wat is rustig in rallycross. Met de Volvo op weg naar, zoals ik al zei, zijn eerste overwinning van het seizoen. Is Sachsen tweede en derde. Michael Jernberg. In het EK heeft Isaksen nu 7 punten voorsprong op Hansen en 10 op de winnaar hier in SL Ludwig Hunsbeth. Daar mag kan ook gaan horen. Interview. Ludwig. Perfect win. Yeah, it was a good race. The start was very good, and I looked in the mirror. Sverre was behind, so I feel very, very good when we was driving. So everything worked well, very well for me. The car is in place now. And, not in a good shape because the turbo is not correctly. So I had to use the clutch in every corner. But
Very glad. Good stuff, yeah. Yeah.